Mandy, wat leuk dat jullie er zijn. Ik ga vandaag een heerlijke appelmoes maken, maar daar wil ik nu niet over vloggen. Dat heb ik al gedaan. Deze vlog ga ik maken over appelazijn. Ik ga een heerlijke appelazijn maken van de schillen en de blokhuizen van mijn biologische appels. Want van die appels kan je een heerlijke, zachte appelazijn maken die super gezond is en heel veel voordelen heeft. Willen jullie weten hoe dat gaat? Blijf dan kijken. Ik ga nu de appelazijn maken. Wat heb je nodig? De schilletjes van de appels. Ze beginnen al een klein beetje bruin te worden zoals jullie zien. Maar dat kan nog prima. Glazen potten of glazen bakken. En daar doe je de schilletjes in. Je vult de pot totdat die ongeveer zo vol zit. Dan druk ik het een en ander nog even aan. En dan ga ik hier water bij gieten. Dat schilletje mag er ook nog bij. Hier ga ik water bij gieten. En dat doen we tot 1,5 centimeter boven de appels. Zorg dat je altijd rein werkt, dat je goed je handen wast. Ik heb het water in de pan gekookt en af laten koelen. Dat giet ik nu op de appelschillen. Je ziet het water omhoog komen. De appelschillen mogen niet gaan drijven. Kijk, nu komen de appelschillen iets omhoog, maar ik wil eigenlijk zoveel mogelijk profijt hebben. En ik heb het goed aangedrukt. Dus je ziet nu dat de appelschillen gaan drijven. Dat mag niet. Dus ik ga ze proberen om ze met een kommetje, die ik hierin plaats, onder het water te houden. Zorg je dat je ook weer het kommetje wat je erin plaatst, om de appelschillen naar beneden te houden, dat die gedestilleerd is. Kijk, dat lukt dus niet. Er moet nog iets meer water bij. Zo. En dan hoop ik niet dat die gaat overstromen. Nou, kijk, dat is mooi. Past er precies in. En dan ga ik er om de ring ga ik er een doek omheen doen. Normaal gesproken moet dat met neteldoek, maar die heb ik niet. Dus ik gebruik een gestreken aanrechtdoekje. Dan doe ik er een elastiekje om. Dat gaat niet met één hand. Dus ik zal even de telefoon. Het elastiekje zit er inmiddels om. Je kan zien dat de appels mooi onder water staan. Wat ik nu ga doen is deze pot. Die ga ik recht houden. Want anders loopt het vocht aan de buitenkant eruit. En die ga ik op een koele plaats zetten. En dan heb ik over 2 weken appelazijn. Want de appels die gaan schiften in de pot. En zo krijg je een 2 weken appelazijn. En ik zal jullie straks laten zien in een ander filmpje hoe ik de appels dan save en wat ik met de appelazijn ga doen. Hier zie je hele kleine belletjes. Kun je heel mooi zien dat de appels aan het gisten zijn. En dat je zo een super gezonde appelazijn krijgt. En ik ga deze appels nu afgieten. De klokhuizen en de schilletjes die geef ik aan de kippen. Even kijken of ze niet te zuur zijn. En dan houden we een prachtige appelazijn over. Onderin zie je, als het goed is, dat witte. Dat is de moeder. En die zorgt ervoor dat je een prachtige appelazijn krijgt. Ik ga het nu even af. Zorg dat ik deze appelazijn door de theedoek heen zeef. Zodat er een mooie, heldere appelazijn overblijft. Zie je dat de appelazijn door de theedoek heen gaat en dat alle stukjes achterblijven in de theedoek en dat we een hele prachtige, mooie, heldere appelazijn overhouden. Inmiddels de appelazijn overgegoten in deze pot. Op de bovenkant heb ik nog steeds een doek met een elastiekje zitten, omdat het gistingproces nog bezig is. Anders dan knalt je deksel eraf, dus dat kan niet. En deze laat ik nog zeker een maand even zo staan, zodat de appelazijn helemaal perfect is. Je ziet dat hier onder in de pot de moer zit van de appelazijn. Die laat ik er lekker in zitten, want het is heel goed voor je als de moer erin blijft zitten. Dan heb je ook dat de geneeskrachtige werking lekker lang en versterkt blijft, want die moer die zorgt daarvoor. Dus denk niet dat het schimmel is wat onder in je pot drijft, dat is gewoon de moer. Appelazijn heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Ik ga de pot even neerzetten, want die is me een beetje te zwaar. Zo.
Met de appelazijn kan je heel veel dingen doen. Je kan het gebruiken als gewone azijn in de keuken, maar je kan de appelazijn voor heel veel dingen gebruiken. Als je elke dag een glas water drinkt en je doet daar een theelepel appelazijn in, dan ontzuurt dat je lichaam. En je moet altijd zorgen dat de pH-waarde van je lichaam op een juist peil is, want in een zuur lichaam, daar kunnen ziektes in groeien. En appelazijn zorgt er juist voor dat je lichaam ontzuurt. Je kan ook je huis ermee schoonmaken met appelazijn. Ik maak ook mijn huis daarmee schoon. De wc, de badkamer, de vloer. Alles met één deel appelazijn en dan 10 delen water. De appelazijn kan je bijvoorbeeld invriezen in ijsblokjes. En als de ijsblokjes ingevroren zijn, dan kan je ze zachtjes over je gezicht heen halen. En als je dat één keer in de week doet, dan verminderen sowieso je rimpels. Het is goed door de temperatuur, maar ook door de pH-waarde in je huid weer op peil te brengen. Zorg ervoor dat je huid gezonder wordt en gaat stralen. Je kan het gebruiken als een soort van crèmespoeling in je haar. Als je haar gewassen hebt en daarna doe je 1 deel appelazijn en 2 delen water. En je zorgt dat dat in een spuitflacon is. Dan spray je dat lekker in je haar en je laat het even intrekken. En wat gebeurt er dan? De appelazijn die sluit de haarschubben. De haarschubben die staan normaal gesproken open als je haar gewassen hebt. Als je dan de appelazijn gebruikt, dan sluiten de haarschubben weer heel mooi. Dus je krijgt daar ook een hele mooie glanzend kapsel van. En het ruikt niet zuur, want je gaat het daarna spoel je het weer uit als je het even hebt laten intrekken. En wat ik altijd doe, omdat ik geen crèmespoeling gebruik, ik doe een paar druppeltjes etherische olie op mijn haarborstel. En dan kam ik daar mijn haar mee en dan ruikt het weer heerlijk lekker fris naar welke geur je ook wil. Ik hou van jasmijn en de andere keer lavendel. En mijn haar ruikt altijd heerlijk. Mensen zeggen ook altijd, wat ruikt je haar lekker? Nou, dat komt doordat ik dat doe met die appelazijn en die druppeltjes etherische olie op mijn haarborstel. We gebruiken appelazijn omdat het kan. We stoppen met de chemicaliën het milieu in te brengen en we gaan door op de gezonde voet. En we gaan zorgen dat we er een betere wereld van maken voor ons allemaal met veel minder kosten. Wat heeft deze prachtige pot met appelazijn mij nou gekost? Helemaal niks. Mijn biologische appelboom heeft het werk gedaan. Het enige wat ik gedaan heb is water bij de schillen en de klokhuizen gedaan. En het groeiproces van het gistingsproces gebeurt vanzelf. Het kost me helemaal niks. Ik heb 4 van deze potten nu staan. Dus dat is ongeveer genoeg voor, nou in ons geval een jaar. We zijn met een groot gezin. En wij gebruiken dit bijna dagelijks. En als ik tekort heb, koop ik gewoon wat biologische appels. En dan maak ik wat meer. Op naar een betere wereld, op naar een gezondere wereld voor jou en voor mij. Appelazijn heeft zo ontzettend veel voordelen. Ga er eens over lezen op Google en typ het eens in wat de gezondheidsvoordelen zijn. Ze zijn oneindig lang en daar kan ik deze hele vlog niet mee vullen. Maar zeker dit pure product kan je gebruiken voor je gezondheid. En ik zou zeggen, maak deze appelazijn van, je kan het ook bijvoorbeeld doen als je 1 appeltje hebt. Je hebt 1 biologisch appeltje, je schilt hem, je doet hem in een klein potje met water en je hebt al een prachtige appelazijn. Hoe leuk is dat? En hoe goedkoop is dat? Je hoeft niet een hele grote pot te hebben. Je kan het gewoon in een klein potje doen met 1 klokhuis en 1 schil van een hele appel en dan komt er al een prachtige appelazijn uit. Dus het is het proberen waard, zou ik zeggen. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie gekeken hebben naar mijn vlog. Ik wil graag weten wat jullie met appelazijn doen. Laat even een berichtje achter en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dag!